Vanuit het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag begaven koningin Juliana en prins Bernhard zich voor de tweede keer dit jaar per gouden koets naar de ridderzaal. Met hetzelfde ceremonieel van Prinsjesdag namelijk vond de plechtige bevestiging plaats van het statuut, waarin werd vastgelegd dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen gelijkgerechtigde deelgenoten van het koninkrijk zijn geworden. Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen mogen zich gelukkig prijzen dat een lange evolutie, ongeveer met onze eeuw begonnen, heden haar bekroning vindt in de bevestiging van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is het resultaat van de ontwikkeling die voerde tot het definitief opheffen der koloniale verhoudingen. Mogen onze nieuwe samenwerking Gods zegen waardig kunnen zijn. Op 15 december 1954 maakte koningin Juliana een einde aan de koloniale periode. Bijna 300 jaar was Suriname een kolonie van Nederland, bestuurd door een kleine elite van plantage-eigenaren, handelaren en overheidsambtenaren. De rest van de bevolking bestond uit een onderdrukte en uitgebuite arbeidersklasse die uit Afrika en Azië als slaven of contractarbeiders waren aangevoerd. In deze maatschappij werd Anton de Kom in 1898 geboren als oudste uit een gezin van 6 kinderen. Zijn vader was gouddelver. Na de MULO ging de Kom naar de handelsschool. Daarna ging hij als administratieve kracht werken bij de Balata Compagnie Suriname. Hier werd hij geconfronteerd met de slechte arbeidsomstandigheden van de arbeiders. Met enige andere activisten, waaronder Theodor Sanders, Doedel en Lepel Blad, probeerde hij de arbeiders bewust te maken van hun positie en ze te motiveren op te komen voor verbetering van hun arbeidsomstandigheden. Door de koloniale overheid werd hem dat niet in dank afgenomen. Ondanks zijn gevoel van verbondenheid met Suriname en de strijd voor verbetering van het lot van de arbeiders, had hij behoefte zich verder te ontwikkelen. In 1920, 22 jaar oud, verliet hij Suriname. Niemand van de familie wist dat hij zou gaan. Hij had niemand iets verteld. Hij ging als werkend passagier en halverwege zijn tocht naar Nederland is hij op Haiti gekomen en daar heeft hij nog 2 maanden gewerkt. En is na die 2 maanden verder gegaan en in Nederland aangekomen. Hij heeft eerst een paar maanden in het Zeemanshuis in Amsterdam gewoond en toen nog op 2 andere plaatsen in Amsterdam. En toen is hij in begin 1921 is hij vrijwillig in militaire dienst gegaan bij de huzaren. De huzaren, dat was een keurkorps. En de kazerne was in Den Haag. Alexanderkazerne, toch wel vlakbij Scheveningen. En wanneer die huzaren te paard uitgingen, dan liepen de mensen naar buiten van de huzaren komen. En daar zat dan de Kom te paard als enige zwarte man tussen al die witte collega's. En de mensen zeiden van, mijn god, een neger tussen de huzaren. Nou, dat was wat. Ik heb eigenlijk nooit goed begrepen waarom die in dienst is gegaan. Want toen maakte hij toch al de indruk dat hij revolutionair was, vrij progressief. Vooral wat betreft zijn houding tegen het kolonialisme. Ver weg van Suriname bleef de koloniale politiek hem bezighouden. Zijn vroegere kameraden, Theodor Sanders, Doedel en anderen, hielden hem op de hoogte van de situatie in Suriname,
en van hun activiteiten om veranderingen in de arbeidsomstandigheden van de Surinaamse arbeider te brengen. Niet alleen dit contact, maar ook de contacten met linkse kringen in Nederland en met name dat met de nationalist Mohammed Hatta, inspireerden hem terug te gaan naar Suriname en zich aan te sluiten bij de beweging voor de arbeiders en de armsten uit de samenleving. Mohammed Hatta zou later samen met Sukarno de Republiek Indonesië uitroepen en een einde maken aan het koloniale tijdperk in Nederlands-Indië. In 30, bij een bezoek van gouverneur Rutgers aan Nederland, heeft hij persoonlijk Rutgers bezocht en gevraagd om een overtocht naar Suriname om daar te gaan werken in de landbouw. Want Nederlandse boeren kregen ook de gelegenheid om gratis overtocht naar Suriname om daar een landbouwbedrijf te vestigen. En ja, waarom zou een Suriname daarvoor niet in aanmerking kunnen komen? Maar dat verzoek werd afgewezen, ook mede doordat de KOM natuurlijk toch al bekend was bij de BVD. En voor zijn duidelijk linkse georiënteerdheid, zijn duidelijke anticolonialistische houding. Hij legde elk dubbeltje opzij om dan zelf zijn overtocht naar Suriname te betalen en zich te gaan vestigen in Suriname. In eind 32 kreeg hij bericht dat zijn moeder ernstig ziek was, een telegram, en hij besloot om naar Suriname te gaan en te zeggen en met de bedoeling om daar te blijven. Zijn vertrek was alleen wat verspoedigd. De KOM was inmiddels getrouwd met een Nederlandse Petronella Borsboom en had 4 kinderen. 3 jongens en een meisje. Het meisje Judith was de jongste. Op weg naar Suriname kreeg de KOM bericht dat zijn moeder was overleden. Toen hij aankwam in Suriname, waren op de kade honderden mensen om hem te verwelkomen. En er was politie op de been en er waren 2 rechercheurs die hem vanaf het moment dat hij voet aan wal zette gevolgd hebben. Dit was omdat vanuit Nederland een telegram was gestuurd naar Suriname, maar ook naar Curaçao, dat er een gevaarlijk communist zou komen. En het leger werd in staat van paraatheid gebracht en de politie was paraat. En er waren 2 rechercheurs die hem dag en nacht volgden en ook bij zijn huis bewaking hielden. Anton van Ommeren, leeftijdgenoot, buurtbewoner en vriend van Anton de KOM, woont nog in Suriname, in dezelfde buurt als toen. Wat weet hij zich nog van die tijd te herinneren? Het waren de depressiejaren. Suriname zat niet in, het was toen een dode boel. De plantages gingen achteruit, alles ging achteruit. Het inkomen was hier 45 gulden voor een landsdienaar en onderwijzer. Later heeft dokter Rutgers, die een speciale opdracht had om te komen tot de lonen van India. Ik meen dat was 25 cent per dag was het, die bij hem is teruggebracht. Hij heeft zelfs onderwijzers met een onderwijzersakte betaald, 25 gulden per maand. Zo erg was het in Suriname, dat was heel erg. Een paar topambtenaren, een paar, geliefden van het koninklijk huis, die hadden me wat, maar de rest die verpauperde. Maar je kon nog van het geld leven, dat kan ik wel zeggen. Je kon er wel van leven. Het koloniale bestuur was duidelijk niet blij met de komst van de KOM. Men zag in hem een gevaar voor Suriname. Ja, het gouvernement had hem bestempeld, officieel bestempeld als communist en daarmee afgelopen. En wij weten niets af van communisme. Oh, tot nu toe weet ik niet af wat communisme is. Ik beschouw communisme de macht van de kleine. Dat is mijn conceptie van communisme. Maar misschien is communisme ook de macht van het grote. Ik weet het niet. Ik heb me nooit verdiept in communisme. Overal hingen aanplakbiljetten om de Surinamers voor de KOM te waarschuwen. Ik weet, op die biljetten stond er 3 namen. Anton de KOM, Adek
En het was duidelijk dat hij communist was. De KOM heeft zich niet kunnen ontpoppen. Mogen ontpoppen. En waarom niet? Als arbeidersleider hier in Suriname. Hij kreeg de kans er niet toe, dat zei ik toch. Vanaf zijn komst was hij onder bewaking gesteld. En hij heeft niets kunnen doen. Misschien was dat de grootste man die Suriname zou kunnen produceren, normaal. Maar die kans heeft hij nooit gekregen. Ik weet wel dat de Hindustanen toen hem beschouwden. Het was juist de tijd toen Gandhi aan de top kwam. En de Hindustanen beschouwden hem als de zwarte Gandhi van Suriname. Ondanks alle tegenwerking en de strenge bewaking richtte de KOM zijn adviesbureau in de Pontewerfstraat op. Overal vandaan kwamen de mensen naar hem toe met hun klachten. Deze klachten noteerde hij in zijn zogenaamde klachtenboek. De populariteit van de KOM groeide en daardoor besloot het koloniale bestuur hem gevangen te zetten. Het volk pikte dat niet en eiste vrijlating. Pas toen beloofd werd hem binnen enkele dagen vrij te zullen laten, keerden de mensen terug naar huis. Hier is de groep gekomen die van de PG eiste, hier was toen het parket. Aan deze kant, laat me ze wel gaan, aan deze kant zat de procureur-generaal en aan die kant de advocaat-generaal. En hier is de groep gekomen die zijn borst ontblootte. Ik meen het waren 9 mannen. Onder leiding van de gebroeders Doorsom. Dat was zaterdag omstreeks 12 uur laat. Het zou echter allemaal niet vlekkeloos verlopen. Het plan dat op de dag van de vrijlating op de massa geschoten zou worden, kwam van Ommeren ter oren. Deze waarschuwde de gebroeders Doorsom. Niet één van die mannen heeft geleefd. De toeschouwers hebben geleefd. Eén Japan, één Hindustan en op het laatste moment een Creool. Er vielen doden en er waren veel gewonden. Toch zou het nog 3 maanden duren voor Anton de KOM vrij zou komen en naar Nederland verbannen zou worden. Anton van Ommeren was een van de mensen die hem naar het schip zou begeleiden. Ik heb op verzoek van de toenmalige PG-meester Van Haren heb ik willen veredelen dat er meer onrecht werd gedaan aan de mensheid hier in Suriname. Dat er onschuldigen die het goed meenden met het land zouden worden gefusilleerd of doodgeslagen of wat dan ook, verminkt. Want men heeft hier zeggen, schiet hem dood, als het niet lukt, vermink hem. Ik heb hem opgehaald uit de gevangenis Fort Zeelandia. Mijn hart brak toen ik hem zag. Hij was helemaal grijs geworden. En we hebben elkaar gegroet. Maar de emotionele gevoelens bij mij waren tot het nulpunt gedaald. Je weet, zo'n flinke man, als je hem dan ziet in die erbarmelijke toestand. En zo moest, na een verblijf van nauwelijks een half jaar, Anton de KOM in mei 33 met zijn gezin terug naar Nederland. Ja, hier woonden we op nummer 296 toen we uit Suriname kwamen in 33, mei 33. Hier beneden woonde de schoenmaker. Terug in Nederland stond de familie de KOM een moeilijke tijd te wachten. Er heerste grote werkeloosheid en er waren regelmatig stakingen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Het was een hele moeilijke, ja, onder heel moeilijke omstandigheden dat we na 33 geleefd hebben.
Hij is teruggekomen en door de hele geschiedenis in Suriname heeft hij nooit meer werk gekregen. Het was hier bekend en wie Anton de Kom was, bovendien was het de crisisjaren, de grote werkloosheid. En hij zette zich daar ook voor in, deed mee aan demonstraties, werkeloze demonstraties. Er is een foto waar hij als Surinamer tussen demonstrerende werkelozen staat. De enige zwarte man tussen allemaal Nederlandse blanke werkelozen. Hij is dus nooit aan werk kunnen komen. Hij kreeg een uitkering van de steun, wat zeer vernederend was, want werkelozen moesten iedere week naar de stad, naar de Prinsengracht, moesten ze stempelen. En moesten dan in de rij staan en voor 18 gulden steun per week, waar 6 gulden huur afging, dus er bleef 12 gulden over om van te leven van een gezin van 6 personen. In deze moeilijke tijd lukte het de Kom na 6 jaar schrijven zijn boek Wij slaven van Suriname af te maken. Het boek waarin hij de arbeidsomstandigheden van de Surinaamse arbeider beschreef was een regelrechte aanklacht tegen het Nederlands koloniale bestuur. Toen de Kom uit Suriname kwam in 1933 is hij vooral de eerste jaren door BVD gevolgd en in de gaten gehouden. En dus is het ook heel verklaarbaar dat natuurlijk dat boek was al aangekondigd. Dat ze toen naar het manuscript gevraagd hebben en er moesten toen enkele passages geschrapt worden. Dus eigenlijk een censuur. En de Kom is daar mee akkoord gegaan, omdat uiteindelijk hij had 6, 7 jaar aan zijn boek gewerkt. En het belangrijkste was toch om het boek te publiceren. Want de Kom zei, volgt zonder zijn eigen geschiedenis te kennen, hè, dat zo'n volk zal nooit uitgroeien tot een natie. En hij is ook een van de eerste Surinamers die zonder maar een blad voor zijn mond te nemen een rechtstreekse aanklacht op dat kolonialisme heeft gedaan en over de slavernij, de geschiedenis van de slavernij. En heeft ook de weg geopend om voor latere wetenschappers, voor latere jongere Surinamers, om er iets mee te doen. En ik denk dat ook de grootste verdienste is voor het boek. En ook dat het nu in deze tijd nog zo actueel is. In Nederland bleef hij strijden tegen het kolonialisme en tegen onrecht. Bij de linkse arbeidersbeweging vond hij steun. In deze periode leerde Henk van Mook, toen 17 jaar oud en actief lid van de Communistische Jeugdbond, Anton de Kom kennen. Anton de Kom gaf lezing, en bijzonder ook voor de jeugd, over zijn land. Hij was zeer nauw verbonden met zijn volk. En vertelde ons van de geschiedenis van het Surinaamse volk. Vertelde ons van de koloniale uitbuiting. Vertelde van de roof van zijn land, van Nederland. In eerste instantie van Engeland. Wij hadden dus een lotsgemeenschap. Wij Nederlandse jongeren, was crisisperiode, liepen zonder werk. Wij hadden een lotsgemeenschap ten opzichte van het Nederlandse kapitalisme. Dat gaf tot gevolg dat wij dus gezamenlijk in eenheid optraden en tegen het kolonialisme. Zowel in Suriname als in Indonesië. Er waren ook enkele Surinaamse jongeren lid van de Communistische Jeugdbond. Ik was dus niet vreemd ten opzichte van het vraagstuk van Suriname, maar ik heb ontzettend veel van Anton de Kom geleerd. Op den duur werd hij ook minder gevraagd, omdat die toch vond men te veel over Suriname sprak en toch te weinig over de partij of over Rusland.
Maar hij bleef zich toch inzetten voor arbeiders. En hij heeft dus hier nog wat manuscripten geschreven. Ons bloed is rood, om een hap rijst. Hij is aan een filmscript begonnen. Hij schreef toen ook in 1940 een versje in mijn Pussy-album. En nou, ik was toen een meisje van een jaar of 8 en ja, daar schreef iedereen in. Maar mijn vader schreef daar echt een stukje poëzie, een gedicht in. Suriname, ons vaderland. Land van blauwe lucht en eeuwige zonneschijn. Watervallen en bronnen die altijd klateren. Mieren en appels met de kleur van rode wijn. Blauwe bergen plassend in de wateren. Miljarden insecten die... Intussen was het nationaal socialisme uit Hitler-Duitsland naar Nederland overgewaaid. De Nederlandse partij, de NSB, die de idealen van Hitler aanhing, kreeg al direct veel aanhangers. In mei 1940 viel Hitler Nederland binnen. De Kom sloot zich aan bij het verzet. Toen in 40 de oorlog uitbrak, hield zich ook nog bezig met het schrijven in linkse pers. En naderhand hebben wij gehoord dat hij in die oorlogsjaren kopij leverde voor een ondergrondse blad, De Vonk. Tien maanden voor het einde van de oorlog werd de Kom opgepakt. Frits Blijt, toen muzikant, sprak hem vlak voor zijn arrestatie. Ja, hier is het. Hier hebben we gestaan met elkaar. Hij kwam zo aan en ik kwam zo aan. En we troffen elkaar net op de hoek, face to face. En daar hebben wij met z'n tweeën staan spreken. En altijd maar over Suriname, Suriname, Suriname. Die man was een nationalist, hij wou Suriname anders zien. Dat lag in zijn binnenste, volgens mij. Hij wou Suriname zien als een vrij land. In 44, 7 augustus 44, gingen 's morgens de deur uit en was 's avonds niet thuisgekomen. Er was om 8 uur... moest je binnen zijn, dus mijn moeder dacht van, nou, hij is verlaat, hij blijft bij mensen slapen. En toen rond 10 uur werd er op de deur gebonst en kwam de politie in zwarte uniformen. Het waren wel Nederlanders, die kwamen huiszoeking doen met geweer in de aanslag en het hele huis werd overhoop gehaald. En toen mijn moeder vroeg wat er was, toen zeiden ze dat mijn vader gearresteerd was door de Sicherheidsdienst. En dat ze naar wapens kwamen zoeken en dat ze mij moest geven, want anders zou die doodgeschoten worden. En, maar ja, mijn moeder zei, ik heb geen wapens, we hebben geen wapens. Ze hebben toen het een en ander meegenomen aan lectuur en een kleine zender. En het was heel erg bedreigend, dat moment, op die avond. En ze zijn weggegaan en de volgende morgen, ja, mijn moeder wist niet waar die naartoe gebracht was, maar de volgende morgen, toen mijn broertje uit school kwam, toen kwam er de tram, lijn 7, die bij ons huis langskwam. En toen zei de bestuurder van de tram, die riep hem en zei van, hé, is jouw vader niet thuisgekomen? Nee, zegt mijn broertje. En toen zei hij van, ga je moeder roepen. Ik weet waar die gebleven is. Hij was in de Heemstraat opgepakt, op straat, door twee mensen van de Sicherheidsdienst. En naar de Nassau-laan gebracht. Daar was een bureau van de Sicherheidsdienst. En toen is mijn moeder gelijk, heeft ze de tram genomen en is daar naartoe gegaan. En toen ze daar kwam, was die net gebracht naar de gevangenis in Scheveningen.
Dat is echt het laatste wat we gehoord hebben. We hebben daarna op alle mogelijke manieren geprobeerd om contact te zoeken, maar hij was weg. Na de Scheveningse gevangenis kwam de Kom in het concentratiekamp Vught terecht. Henk van Molk, die in 1941 al opgepakt was, maakte toen deel uit van een groep die nieuwe gevangenen moest opvangen. Wij moesten zelf de gevangenen ophalen bij de poort van het kamp. Dus toen ik bij de poort van het kamp kwam, dan zag ik Anton dus in de rij staan. En toen is hij bij ons in de quarantaine geweest. En daar heb ik met hem kunnen spreken. En ik vermoed dat hij, gezien dus het feit dat hij ook in Nederland deel heeft genomen aan diverse activiteiten ten opzichte van de verbetering voor de arbeidersklasse in Nederland, dat hij zeer bekend was bij de politie en dat hij als omdat hij verbannen was, dat hij uitgeleverd is aan de Duitsers. Dat gebeurde ook met de Duitse emigranten en dat gebeurde zeker met bekende politici. Zijn verblijf in Vught was maar kort. Al gauw werd hij naar Neuengamme in Duitsland getransporteerd. De Kom zou Neuengamme niet overleven. Hij werd 47 jaar. Door zo'n vader te hebben gehad en door zo'n man te hebben gehad, heeft het gezin het verdriet meegemaakt. Dus vanaf 32 dat we naar Suriname gingen, zijn uitzetting daar, zijn terugkomen hier, zijn werkeloosheid. Hij heeft in 39, vlak voor de oorlog begon, nog een zenuwinzinking gehad, is nog verpleegd een paar maanden in een tehuis, is toen teruggekomen en de oorlog brak uit. Hij is 's morgens op die 7e augustus weggegaan. Het was wel zo dat we elkaar altijd gedag zeiden als we weggingen. Dat was iets. En altijd werd er gezwaaid als we weggingen. Altijd werd er gedag gezwaaid voor het raam. En dat was zo het laatste. Die groet toen hij daar de hoek omging. Na de oorlog maar dat wachten. 45, 46, 50. En iedere keer weer, dan stond mijn moeder daar in de erker of voor die andere ramen te kijken en te wachten tot hij weer de hoek om zou komen, hè? Met zijn veerkrachtige tred en toch zijn humor en zijn toch optimisme ondanks alle tegenslagen, hoewel hij dus toch op een gegeven moment wel verbitterd is geworden. Hier is het register. Hierin staan de namen van de mensen die op dit ereveld begraven zijn. Totaal een 3300. En hier staat de naam van de Kom, Cornelis G.A. de Kom. Geboortedatum 22 februari 1898, gestorven 24/4/1945. Hij is begraven vak E 34. We kregen in mei 1960 bericht dat hij was gevonden in een massagraf en de herbegrafenis in augustus zou plaatsvinden. En dat was de datum ook dat de spanning weg was, dat het definitief het wachten voorbij was. Dus we hadden al die jaren toch nog stille hoop gehad. En toen definitief in augustus of in 1960 het bericht kwam dat de stoffelijke resten gevonden waren, toen was het wachten voorbij. En moesten we en konden we ook beginnen met het verdriet te verwerken. In
In 1982 kreeg hij het verzetsherdenkingskruis postuum uit. Aan mijn moeder gegeven. Toen dus is gebleken dat hij inderdaad doorgegaan is met zijn strijd tegen het fascisme. Dan op zijn eigen manier door te schrijven. Nou, dan heb je toch wel het gevoel dat het zin heeft gehad. En anders zou je toch wel geneigd te zijn te denken dat een dood zinloos is geweest. Er waren op een gegeven moment stemmen uit Suriname gekomen die vroegen aan de familie om de stoffelijke resten over te brengen naar Suriname. En we hebben dat wel een moment overwogen. We hebben er ook over gepraat. Maar vooral oudere Surinamers die zeiden van dat mag je niet doen. Hij heeft nu zijn rust hier gevonden. En laat hem rusten. En toen mijn moeder in 1983 in Suriname is gestorven en daar is herbegraven, nu ben ik blij dat hij hier is en dat het zo heeft moeten zijn. Hij ligt hier begraven en mijn moeder ligt in Suriname begraven. En ook zijn leven is zo dramatisch geweest, hè, zijn toch wel korte leven. Hij heeft eindelijk zijn rustplaats gevonden. Hij is gevonden in een massagraf, dus hij was al een keer herbegraven. En om nu dan de stoffelijke resten weer op te graven en naar Suriname. Ik denk niet dat je dat mag doen. En ook steeds langer wordt, hè? Thank you.
Zo dicht mogelijk naar voren komen zonder mij omver te lopen. Goed zo. Dames en heren, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, onder andere van de Rozemarnschool. Hartelijk welkom vanmiddag hier aanwezig, waar wij zo aanstonds de plaquette van Anton de Kom gaan onthullen. Een bijzondere gelegenheid hebben we daarvoor uitgekozen, omdat vorig jaar bij de onthulling van de naam van dit mooiste plein van Zuid-Oost... was georganiseerd door de medewerkers van de Zuid-Oost Stadsvoorwerken, hebben we na afloop van die onthulling gezegd, het zou mooi zijn als we het nog een follow-up zouden kunnen geven, met name om de Surinaamse gemeenschap in Zuidoost er wat meer bij te betrekken. Toen hebben we gedacht, wat zou een mogelijkheid zijn om nog eens met zoiets te komen? Nog eens extra aandacht aan Anton de Kom en aan het Anton de Kom te plein te geven. En toen is de gedachte geboren een plaquette te laten maken en de plaquette te onthullen hier op dit plein. En dat zou dan op of omstreeks de onafhankelijkheidsdag moeten gebeuren. Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Nu heeft men bij die onafhankelijkheidsdag in Suriname niet helemaal rekening gehouden met de Nederlandse weersomstandigheden in november. Maar ja, wie doet dat dan ook in Suriname? Hier hebben we er een enige mate hinder van vanwege de toch wat frisse temperatuur op dit moment. Maar we mogen toch blij zijn, want het regent gelukkig. Bijzonder hartelijk welkom opnieuw aan de familie de Kom, aan Judith de Kom, die straks ook nog het woord tot u zal richten in het stadsdeelkantoor. En de officiële gebeurtenis direct, het onthullen van de plaquette zal gebeuren door Judith en enkele van de schoolkinderen, of één van de schoolkinderen. Dames en heren, u gaat direct de onthulling van de plaquette meemaken. De stadsdeelraad is bijzonder trots dat wij, zij het met veel inspanningen van een aantal mensen, waar ik zeker mevrouw Hunsel zou willen noemen, en de heer Johan Gangadin, die daar bijzonder veel werk aan hebben gezet om dit uiteindelijk onder hoge tijdsdruk en met veel problemen te overwinnen voor elkaar hebben gekregen. Want u begrijpt, zomaar een plaquette, dat is niet 1, 2, 3 gebeurd. Er moet toch weer een vorm van financiering gevonden worden. Daar is lang over heen en weer gesproken. Uiteindelijk is het toch gelukt om binnen de sector stadsdeelwerken iets te kunnen vinden. En nu kan de stadsdeelraad u deze plaquette aanbieden. En ik wil de mensen die de officiële onthulling nu gaan verrichten, vragen naar voren te komen en de officiële handeling te gaan doen. En dan... Ja. Ga dan heel voorzichtig. Hey, gaan even weg. Ja, dan gaan we. Lezen, dames en heren, alleen solidariteit kan verenigen tot een menswaardig bestaan. Mag ik u allen hartelijk uitnodigen naar het deelraad? Oh, sorry. Neem me niet kwalijk, er komt nog een tussen. Ja. Oké, goed deel. Ja. 1, 2, 3. Wij zijn zo trots, zo trots zijn wij. Wij zijn zo trots zijn wij. Dat wij na zoveel jaren Anton de Kom mogen openbaren. Zodat de wereld om ons heen kan zien. Help de Suriname met uw weven, die mij de armen hun rechten wilde geven. De held die in het Nederlands verzet
zijn Surinaamse teken heeft gezegd. Oh man yo, oh man yo, man is op maar zo, yo, yo, yo. Vandaag zijn wij hier gedaan in zijn naam. In Nederland en Suriname heeft hij zijn leven ingezet voor recht en vrede. Hij heeft zeer veel geleden, maar zijn wens voor een arme mens was recht en vrede. Oh man yo, oh man yo, de man de kom was zo, yo, yo, yo. Ja. Nederland, beter zo, heeft een rijke en lange koloniale geschiedenis. Maar rijk moet je verstaan in de betekenis van het woord dat gebruikt werd in de 19e eeuwse behandeling van de begroting van de minister van koloniale zaken, namelijk het watersaldo. In die zin heeft Nederland een rijke geschiedenis. En zoals altijd in koloniale verhoudingen heb je helden en geen helden. Vanuit het perspectief van Nederland waren de helden de mensen die die kolonisatie voortzetten. Voor hen zijn er monumenten opgericht. Er zijn heel wat straten en pleinen in dit Amsterdam die herinneren aan dat koloniale verleden. Ja, zelfs er is een monument voor Van Heuts, een man die in feite roem tussen aanhalings- en sluittekens gegaard heeft door een opstand te onderdrukken in het voormalige Nederlands-Indië. Ik begrijp dit. Want als u een Spaans geschiedenisboek zou inkijken, dan zult u in de 16e eeuw één hoofdstukje vinden, getiteld La Rebellion de los Países Bajos, de opstand van de lage landen. Met zijn blank zijn.
omdat hij, hij voelde zich aangetrokken tot zwarte mensen en hij zag ook hoe ze behandeld werden. En hij heeft daarin ook die brief geschreven. Die brief heb ik niet gezien, maar ik heb wel de brief gezien die mijn vader aan die man terugschreef, aan die jonge man. En daarin schreef hij van, je moet je er niet voor schamen dat je wit bent. Je bent er eenmaal en wilt juist de vogels in zoet nadat luisteren. In het wild dansend, springend, een lotus in het woud. Bijen zoemen, fladderen om uw bloesem. Slank is uw stengel, mals zijn uw bladeren. In uw bloem zetten insecten zich aan uw kiezen. Bekoorlijk zijt gij boven alle anderen. Plekken worden met vuur en zonnegoud beschenen, omdat ze in uw omgeving zijn vastgehecht. Voor altijd wil ik in uw schaduw leven, o lotus. Dek me met uw bladeren in mijn gevecht. Als ik ontwaak, zijn uw pijltjes van dauw doordringend. En diamantkolos om uw veldblaadjes glanzend blinken. Lachend als de zon de aarde in het vuillicht zet. De lotus van het oosten, gevonden in het westen. Dat schreef hij voor Petronella Katrina Borsboom. U hoort in dit gedicht dat de man ook woorden vol liefde was. Dus naast zeggen plassen in de wateren, miljarden insecten die in tonen konden. Die dieren kregen vol gouden stromen, vogeltjes gekleed in briljante dozen. Surinaamse ebben, zeden, reuzenbomen. Liefde voor je land, voor de mensen en de natuur, die dit hierdoor wordt je geest zo groot, gedurende je hele schone levensduur. Want liefde is meer dan het dagelijks brood, je vader. Van Nico Wehner. Nico Wehner is voorzitter van de vriendenkring van Old Natsweilers en vicevoorzitter van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet Vervolgden. Hij heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de Commissie op Sporingsdienst. En heeft toen ook uit hoofde van die functie de gangen van Anton de Kom nagegaan vanaf zijn gevangenis in Den Haag. Van Anton de Kom. Maar we weten dat, zoals even genoemd werd in verschillende plaatsen in ons land, de naam van Anton de Kom op de boeken van de straten als naamgeving tijd. Een wereld van tijd. Waar het verschil zich heel duidelijk aftekent. Tegen de beelden die zo even geschetst werden door Judith, waar wij als jongeren die demonstreerden tegen de gevangenneming in Suriname van Anton, met de sabel, met de blanke sabel, van de straat werden geslagen. En nu, in alle rust, de naam van Anton de Kom op de straat kunnen lezen. En zien hoe ze mijn naam, geachte vertegenwoordigers van de Stadsdeelraad Zuid-Oost, vrienden en vriendinnen, onder een man. Op deze voor ons alle fijne dag heb ik de eer om namens onze organisatie, de SAO, het woord kort te richten. Hoe verder in de tijd plechtigheden zoals deze verwijderd zijn van de tijd van de erflaters voor wie ze gehouden worden, des te meer worden zij geassocieerd met historische data. Data die ontstaan na de dood van diezelfde erfvaders. Geeft de geschiedenis onze grote zonen een werking van fundamentele ideeën van de nationale bevrijdingsbeweging en het socialisme? Het weer. Gekleurde landgenoten, hij was slaven, hij is tot in armoede en ellende blijven leven. Zolang hij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische eenheid. Niet met hier en daar een grondje, een schok of ploeg of krediet zijn wij te helpen. Een groot plan van nationale reconstructie is nodig. Een plan met collectieve grootbedrijven, met moderne opiage,
in handen van de atonen van moeder Suriname kan verenigen in een strijd voor een menswaardig leven. Atalekom bleef niet onbegrepen. De oude Japanse ex-contractarbeiders en arbeidsters die dit jaar, het jaar van 100 jaar Japanse immigratie in Suriname, vertelden over hun leven en strijd in de jaren 30, getuigden daarvan. Voor allen... We gaan nu beginnen met het culturele gedeelte en ons programma. Ik ben zelf heel blij dat een vrouw is die de spits afbijt, waarom weet ik ook niet. Maar ze bijt niet alleen de spits af, ze is tevens op de tegenwoordig. Thank you and goodbye. Elvis has left the building. We can have it in one for us. Hebben verkeerd. Die zijn de hele dag uit. Ja hoor, die zijn de hele dag uit. Ik heb niet van TV, die videoclips. Ja, nu ook. Ja, dat ja. Is een gang. Ja, sport in beeld. Je hebt het gedaan. Je doet, je stond er weer op. Ja, dat is een beetje bijgezien. Ja, dat is een relaxed. Dat komt toch? Eens meer in de beeld. Ik heb er een vervelend kans. Hoe is dat? Nee.